Boink. Hij komt hier binnen, maar eerst had hij bedreigd met een waarschijnlijke vuurwapen. Wat hij had gemeld. De portier die vluchtte ja, met angst voor zijn leven natuurlijk. Eigenaar Wijnald Bos van Hotel Wienerhof is laaiend. Niet dat er geld weg is, maar omdat zijn personeel is bedreigd. Het maakt me erg boos. Wij doen er ook alles aan om de dader te vinden. En het moet ook lukken. Want deze mensen die moeten niet vrij rondlopen. Op de beelden is te zien dat de man meteen op de geldladers afstapt. Hij zou waarschijnlijk van tevoren nog een keer binnen zijn geweest. Een biertje of een kopje koffie hebben gedronken. En de situatie opnemen. En de deur uit. Weten waar hij moet zijn. Er lijkt toch een spoor te zijn naar de dader. Een kwartier voor de inval probeert de overvaller iemand bij een pinautomaat te beroven. En daar is in de hand gemeen. Heeft degene die 50 euro pinde, heeft het geld weer terug kunnen pakken. En er zijn ook wat klappen uitgedeeld. En ja, 10 minuten later, een kwartier later was hij bij ons. Ja, hij was wel wanhopig op zoek naar geld. En dat jullie ervan mogen genieten. Hij gebruikte veel geweld. En ook verbaal. Gelukkig dat de nachtportier zo reageerde. Hoe is het met de portier? De nachtportier gaat uitstekend mee. Hij kan het gelukkig goed verwerken, maar je weet nooit hoe het met de latere dagen gaat. Dus de toekomst moet het nog uitmaken. Maar ja, hij is wel opgevoed, want hij doet wel een laadje dicht.